goedemiddag en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en de jongens liggen net in bed. We hadden even een strijd om zijn slaap te laten vallen, maar ze slapen eindelijk. Normaal gaan de jongens op maandag natuurlijk naar Chanon. En nu de afgelopen 3 weken is dat niet gelukt. Het hondje van Chanon is overleden helaas. Dus die heeft even de tijd nodig, wat ook begrijpelijk is. Maar voor ons is het gewoon heel lastig om ons werk eigenlijk te doen als de kinderen er zijn. Dus het is echt even deze week een soort van chaotisch met allemaal samenwerkingen en mailtjes die ik moet beantwoorden terwijl zij in huis zijn. Ik heb echt respect voor mensen die thuis moeten werken, want het is echt bijna niet te doen. Maar goed, de jongens liggen nu in bed, dus ik heb hier even de tijd voor. In mijn vorige vlog had ik al aangegeven dat ik de lagen opruimen. Een soort rommela waar allemaal dingen in liggen van haarlak, make-up. Alles en die la die ik dus niet meer open krijg. Ik had dus tasjes besteld, toilettasjes met allemaal onderwerpen erop. Zodat ik alles in de la kan gaan organiseren. Dit zijn de tasjes geworden. Super leuk. Dus hier staat body, hair en deze. Dit printje had ik natuurlijk al. Skincare, make-up, nails, dat is allemaal vrouwending. En dit is allemaal een beetje unisex voor mij en Rory. Medicijnen, Rory, Jackson en James. Allemaal dingen. En dat ga ik dus nu organiseren. Ik heb er helemaal zin in. En hier achter mij staat ook make-up wat ik eigenlijk bijna nooit gebruik. Die la zit helemaal vol. Ik ga eerst even laten zien hoe de la er nu uitziet. Dan ga ik de la denk ik leeghalen. En daarna ga ik alles in de tasje stoppen. Voor degene die het in mijn vorige vlog nog niet had gezien. Hij gaat niet eens helemaal open. Maar dit is dus de la met allemaal gekke tasjes erin. En ja, ik had al van die bakken, maar dat werkt dus niet. Kijk, en dan gaat hij soms ook gewoon niet dicht. Nou, prima. En deze la is ook echt een teringzooi. Van alles en nog wat. Deze la is ook echt een teringzooi. Dus we gaan hiermee beginnen. Stap 1 is klaar. De laden zijn leeg. En hier ligt alles. Ik heb het helemaal volgegooid. Dit moet ik ook allemaal uitzoeken. Nou jongens, het eindresultaat. Oh my god, kijk hoe satisfying dit eruit ziet. Kijk dan. Hoef je nooit meer te graaien naar wat je nodig hebt. Maar je weet gewoon, in elke toilettas zit gewoon iets wat je nodig hebt. En ik heb heel veel spullen weg moeten gooien wat al niet meer goed was. Of wat ik niet meer gebruik. En ik heb ook wat spulletjes die ik echt niet meer gebruik. Die ga ik gewoon weggeven. Maar hoe chill is dit? Het ziet er echt zo mooi uit. Helemaal blij mee. Oké, en we gaan verder met mijn favoriete bezigheid. Koken! Ik heb dit gehaald, zo'n vers pakket. Voor Thijs rode curry. Ga ik proberen te maken. Ik had natuurlijk HelloFresh. En het beviel echt wel, maar ja, Rory is natuurlijk Molux. En die kan veel lekkerder koken. En die is veel meer gewend om met kruiden te koken. En hele andere dingen dan in dat pakket. Dus dan hadden we voor 3 dagen hadden we dat. En 1 dag zijn ze dan al weg. En dan gingen we 1 dag bestellen. Dus eigenlijk blijft er dan geen tijd meer over om Rory zijn lekkere kookkunst te proeven. Dus we hebben ervoor gekozen om het niet te doen. En we zeiden we kunnen altijd nog wel weer opnieuw het aanvragen als we het willen. Maar zo'n vetpakket is eigenlijk een beetje hetzelfde idee als HelloFresh. Want dan zit eigenlijk alles al in. En dan staat er op de zijkant wat je nog moet halen. Dus ik dacht, stel nou dat ik dit chill vind om te maken. Dan zou je bijvoorbeeld ook in de week zo'n vers pakket kunnen halen. 1 of 2. Want het blijft best wel lang goed. En dan wat je eraan toe moet voegen, dat je dat gewoon haalt op de dag dat je het nodig hebt. Het nadeel is natuurlijk wel dat je dan nog boodschappen moet doen. Maar goed. Ik ga proberen te koken. Dit is dus de Thijs en Rode Curry van de Jumbo. Jongens, even serieus. Jackson en James hebben de hele dag ruzie. Ze slaan elkaar, schoppen elkaar. Kijk dit. Jackson heeft net James gebeten. Op zijn borst. Nou, ik werd boos. Soms trek ik het gewoon niet meer. Ze zijn de hele dag ruzie aan het maken. Elkaar aan het slaan. En dan willen ze weer met hetzelfde autootje spelen. Terwijl we de 2 dezelfde hebben. En het is echt niet makkelijk. Het is echt niet makkelijk. Oké, ik dacht ik moet toch nog even met jullie over hebben. Want zoals ik net liet zien dat Jackson James had gebeten. En dat soort momenten gebeuren echt wel vaker in de week. Maar
Het moeilijke is met vloggen. Op dat moment pak je natuurlijk niet je camera erbij om te laten zien hoe moeilijk het is, hoe zwaar het is. En al die moeilijke momenten pak je eigenlijk je telefoon er nooit bij. Maar vooral de leuke momenten. En dat is natuurlijk ook leuker om te zien dan de stomme momenten. Maar voor alle andere moeders die dit kijken. Bij ons gaat ook echt niet alles perfect. En wat ik vooral het zwaarste vind. En natuurlijk, ja, het zijn er twee. En heel veel mensen zeggen, ja, maar jij hebt er twee. Dus het is dubbel zo zwaar. Ja, het is ook wel zo. Maar ze hebben ook alweer elkaar. En als ze samen spelen, is het wel weer heel lief. En als ze wakker worden, kunnen ze ook lekker met elkaar gaan kletsen. En voordat ze naar bed gaan, gaan ze nog een beetje met elkaar geinen. Dat is superleuk. Maar de laatste tijd zijn ze zo onaardig tegen elkaar. Het lijkt alsof ze elkaar gewoon echt niet meer kunnen luchten. En toen we hoorden dat we een tweeling kregen, dacht ik echt, oh yes, en dat gaan de beste vriendjes worden. En ze hebben dan helemaal zo'n band dat ze elkaar aanvoelen. Ik was helemaal blij. En nu denk ik van, oké, maar die van mij hebben dat helemaal niet. Is dat normaal? Is dat raar? Ik weet het niet. Maar goed, ik wilde dus gewoon even met jullie delen. Het gaat hier ook niet allemaal perfect, weet je. Rory en ik hebben soms ook wel eens een discussie. Ik moet zeggen dat we dat niet vaak hebben. We hebben eigenlijk nooit ruzie. Maar ja, we hebben ook wel eens gewoon even oneenigheid. Dat we denken, ach, ga jij maar even lekker in een andere kamer zitten. En andersom. Weet je, het is hier ook niet perfect. En dat is denk ik nergens. Dus ik wil ook niet laten lijken alsof hier alles perfect is. Maar ik ga natuurlijk wel voornamelijk de leuke dingen filmen. Maar ik zal altijd alles met jullie blijven delen en gewoon eerlijk blijven. Dat vind ik wel belangrijk. En ook voor mezelf, als ik later mijn vlogs terugkijk, dat ik wel weet, oh ja, dat was echt even een struggle op dat moment. Dus ja, dat is even waar ik nu mee zit. Anyway, ik wilde gewoon eerlijk blijven naar jullie toe. Ik ga even mijn make-up eraf halen en dan lekker slapen. En ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 5 april en mijn vader is vandaag jarig, die is 70 jaar geworden. En ik ga met die jongens een heel leuk kunstwerkje maken voor mijn vader. Maar het allerleukste is nog dat ik dat straks stiekem kon brengen. En mijn ouders wonen 1,5 tot 2 uur verderop. Dus die gaan echt niet verwachten dat ik heel even langskom voor zijn verjaardag. Dus ik ga nu even naar de Action om een schilderijtje te halen, zodat zij een heel mooi kunstwerkje kunnen maken voor mijn vader. En dan ga ik rond 12 uur rijden en mijn ouders verrassen met dat wij, eigenlijk mijn vader verrassen, dat wij op zijn verjaardag komen. Wow. Wat zijn jullie aan het maken? Is een mooi kunstwerk voor opa. Kom maar. Mooi. Gele. Wow, die is mooi, JC. Wow. Oh, kijk. Wow! Doe je hand open, zo. Hand open. Kijk, gaan we schilderen op net als een high five. We gaan een high five geven op het schilderij, maar heel even wachten nog. Goed zo, Jackson. Bijna klaar. Bijna klaar. Even kijken, want dat doen we zo. Hier mag je je hand op duwen. 1, 2. Duwen. 1, 2. 1, 2. En los! Wow! Ja, yeah, nou is jouw beurt. Moet je eerst even Jackson's hand schoonmaken, oké? Eerst je hand verven. Hand open, zo. Hand open als een high five. En dan gaan we duwen. Hier, aan de onderkant. 1, 2. Duwen. 1, 2. En los. Ja! Wauw! Nu moeten we jouw handje schoonmaken. Wacht, Jackson gaat even. Nou, dit is het geworden, het eindresultaat. We hebben handjes natuurlijk in de verf gedaan. En dan hier, gefeliciteerd met uw verjaardag, lieve opa. Het was even gehaast, maar we zitten in de auto. Ik wilde om 12 uur weg en het is nu 10:10. Mijn ouders hebben geen idee dat we er aankomen. Ik heb mijn zus wel ingelicht. Want normaal past mijn moeder altijd op bij mijn zus. Maar toevallig zijn de kinderen van mijn zus ook bij mijn vader en moeder. En is het pannenkoekendag vandaag. Dus het is echt perfecte timing. En ik hoop dat ze heel verrast gaan zijn. En ik hoop ook dat die aapjes achter mij even gaan slapen. Want normaal slapen ze pas over een uurtje. Maar dan zijn ze wel iets vrolijker. Dus ik ga straks heel even snel tanken. Dat wordt ook leuk. En gewoon heel rustig muziekje aan. En hopen dat ze in slaap vallen. Vaak praat ik dan ook niet tegen ze. En dan vallen ze echt wel snel in slaap. We shall see. Nou, we zijn er met hun cadeaus. Hey.
Ah, Chick staat daar achteraan. Wiep en wiep! Hoera! James, ga eens kijken bij de deur. Kijk! Wie ben jij? Julie. En ik ben het nichtje van Kelly. En hoe oud ben jij? Ik ben 9, net 9. Ik ben 6 en ik heet Dien, net zoals in Dien. De laatste leraarom. Wat heeft opa gemaakt voor jou? Pannenkoeken. Lekker. Kijk, daar staat hij hoor, de kok. Lekker. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik word net wakker bij mijn ouders. En de jongens hebben heel lekker geslapen. En ik eigenlijk ook. Ze werden om 6:30 wakker. Toen hebben mijn ouders ze uit bed gehaald. Dus kon ik net even lekker douchen. En mijn haar wassen. Dat heb ik ook al heel lang niet gedaan. En ik bedenk me dus echt net dat ik morgen naar de sauna ga met Rory. Als verrassing. En dan wordt mijn haar natuurlijk weer vies. Normaal was ik het natuurlijk 1,5 week ongeveer niet. Dus dan had ik het net zo goed nog even door kunnen trekken. Ik heb zo'n speciale borstel. Deze. Voor de extensions. Ik moet zeggen, kijk die extensions, ik vind het heel chill. Maar het blijft wel heel lang nat. En je moet het heel goed verzorgen, zeg maar. Dus op het moment dat je het hebt gewassen. Heel lang feunen. Maar ik ben nog steeds heel blij mee. Ik heb gewoon echt een volle bos haar overal. En nog steeds komen er vragen binnen. Hoe doe jij je haar? Nou, dit is het moment. Maar voor nu ga ik even goed laten zien wat ik nou precies doe als ik mijn haar heb gewassen. Mijn haar is eindelijk droog. Je ziet wel hier best wel goed verschil tussen mijn echte haar en de extensions. Daarom moet je er ook echt even de tijd voor nemen om je haar te doen. De eerste keer na het wassen en daarna is het gewoon perfect. Dus het is natuurlijk net hoe vaak je je haar wast. Als je dan ook uithoudt tot 1 keer in de week, dan hoef je maar 1 keer in de week echt je haar te doen. Maar goed, wat ik dus altijd doe is dan ga ik vooral de onderkantjes ga ik gewoon krullen inmaken. Dat doe ik gewoon zo. Even doorborstelen. Dan doe ik altijd droog shampoo in. Want droog shampoo krijg je echt de ziekste volume. Inena gaf deze als tip. Dat is die van Batiste. Met paarse dingen en zilveren dol. Dan spreek ik het altijd echt tussen elke stukje in. Ook al heb ik het net gewassen. Ik doe dit eigenlijk gewoon voor de volume. Wat een volume jongens. Dit is niet normaal. Deze droog shampoo is echt een shit. Nou goed. Dit is tot zover mijn haar. Even aankleden. Oh wat zijn jullie mooi. Kijk eens naar mama. Kijk eens. Hallo. Wij leggen het snoepje op tafel. En papa en mama gaan even weg. En als we terugkomen, dan mogen jullie het snoepje opeten. Dus nog niet komen. Even wachten. Even wachten. Als papa en mama terugkomen, dan mag je het wachten. Snoepje eten. Papa en mama komen zo terug. Heel even wachten, ja? Nog niet opeten het snoepje. Papa en mama komen eraan. Hey, wat zijn jullie aan het doen? Lekker eten. Dat mag toch dat nog niet? Dat mag toch niet? Goed, maar James is nog niet aan het doen. Goed gedaan, James. Dit is dus mijn kleuterles. En dit zijn de gesprekken. En dan is het, juf, kijk, ik kan dit. Hè? Dan zeggen jullie allemaal. Ik kan dit. Wauw. Alle trucjes komen uit de kast. Het moment dat we moeten gaan dansen. Kijk nou, mam, ik kan dit. Oh, kan jij dat? Wow. Dat kan jij goed. En ik kan koppel. Oh, kan jij een koppel? Oh, kijk. Alles komt uit. Oh. En Robin, laat eens jouw trui zien. Kom eens. Laat eens jouw trui zien. Wat voor trui heb jij aan? Een dansles. Ja, draai eens om. Want dat staat ook nog iets moois. Dit is van de dansschool, hè? Zullen we beginnen? Ja! Ja! We beginnen met... Ta-da-da-da-da-da-da. Voor je. En dan wijs je neus aan. Ja, je voelt je er blij van. Wij hebben dus deze muesli ontvangen voor een samenwerking. En dan ook van die minibusjes erbij. Maar Jackson en James vinden het zo lekker. Het is niet normaal. Kijk, ze lekker vreten erin. Zo chill. Ik ga het gewoon voor hun bewaren, denk ik. En met de code Kelly Rory. Denk ik uit mijn hoofd. Ik zet hem even hierin. Krijg je gratis minis. Dus gratis van deze.
bij een bestelling van 10 euro. En ik zou het je echt aanraden als je kinderen hebt. Want dit is, nou, dit is eigenlijk precies 2 bakjes. Dus voor 2 kinderen bij mij is het natuurlijk ideaal. Maar ook voor jezelf. Ik denk dat voor een volwassene is het gewoon 1 bakje vol. Neem het desnoods mee naar je werk. Ik twijfel ook nog om dit te bewaren. Want deze is nu leeg. En dan kan je gewoon een beetje weer indoen. En gewoon meenemen ergens naartoe. Ik ga weer even snel rennen en vliegen. Want Rory komt zo thuis. Dus ik wil het hier ook een beetje opgeruimd hebben. Mijn ouders komen oppassen. Mijn moeder is echt een schoonmaakfreak. Dus die dat zij straks alles moet gaan opruimen en schoonmaken. Want ze doet het. Zo gek is ook wel. En ik weet dat mijn moeder mijn vlogs kijkt. Dus deze is voor jou, man. Dus dat ga ik eventjes snel een beetje aan kant maken. Zodat ze zich daar niet druk om hoeft te maken. En even snel muesli eten. Deze vind ik dus echt heel lekker. Dat is een paasmuesli. Er zit een keigroot stukje chocola in. Die heb ik allemaal even uitgevist. Wat zit je allemaal te bedenken? Ja, goed, hè? Wat, hè? Kijk, fout nummer 1 is dat je mijn spullen weg hebt gehaald. Mijn wax en mijn borstel kan ik nergens kunnen. Die ik altijd elke dag gebruik om mijn haren te doen. 2 is dat je zegt van oké, eet maar nu wat. Dan ga ik gelijk eten. Dus meestal is, als we in de sauna zijn, dan doen we altijd in de middag een beetje een hapje eten. Zeg maar, altijd in een paar sauna's. En jij hebt ook niet de meeste make-up voor vandaag, zie je volgens mij. Ik ben nog niet eens klaar. Als je echt... Anders had ik helemaal geen make-up op gedaan, toch? Ja, ja. Jij denkt dat we naar de sauna gaan. Kijk, ik denk dat we naar de sauna gaan. Oké. Ja! Opa en oma! Oké, mijn ouders zijn dus net gekomen. Dus je weet dat de kinderen niet meegaan. Maar, wat denk je dat we gaan doen? Ik denk dat we ergens naar water gaan. Of in ieder geval waar we gaan zweten. Oké, zal ik het vertellen? We gaan naar... Je hebt toch raden? Jij raadt altijd alles! Dit had ik al 2 weken geleden bedacht en nou in 1 keer, een uur voordat we het gaan doen, raad je het even. Onbewust gaf je me al in. Kijk dan, het zonnetje is gewoon doorgekomen. Hoe lekker. En we zijn er, maar ja, we gaan natuurlijk niet vloggen in de sauna. Kunnen we even een helikopter doen? Nou, dat mag je ook wel in de kleedkamer doen als je wil, maar dan denk ik dat hij van YouTube wordt koud. Ik denk dat de views dik omhoog gaan. Ja? Dat iedereen jouw helikopter wil zien? Ja. Nou, jongens, laat het weten in de comments. Lekker Arlo kijken, hè? Even nog naar de dino kijken, hè? Rory en ik zijn net thuisgekomen van de sauna. En mijn ouders zijn weer terug onderweg naar huis. En we hebben lekker een watermeloenwijntje. Wij lusten geen normale wijn, dus dit is het. En we hebben lekker eten besteld. Dus dat is chill, dat komt eraan. Daar hoeven we helemaal geen zorgen om te maken. En we gaan lekker een filmpje kijken. Zware dag. De kinderen slapen nog steeds niet. Dat is het zwaarste van onze dag vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Het is vandaag vrijdag. En wij zijn aan het racen, want de kinderen zijn al op school. En we hebben een mailtje beantwoord, allemaal administratie gedaan. Maar we willen natuurlijk wel nog een broodje halen op de markt en een stroopwafel. Dus dat gaan we eerst even doen. En dan daarna snel de kinderen ophalen. Ik heb van de week een video geplaatst dat ik Rory's haar mag millimeteren. Als hij 10.000 volgers haalt. Ik ga er een beetje vanuit dat jullie mij allemaal wel op Instagram volgen. Omdat jullie ook de vlogs kijken. Maar volgen jullie allemaal Rory al? Want als we 10.000 volgers halen, mag ik met een tondeuze zijn ogen zelf. Gaat niet lukken, jongen. Gaat niet lukken. Nou, nooit. Je zit nu al op 6.000 volgers en je begon op 5.300 of zo dat ik het ging vragen. Dus je hebt 700 volgers erbij. Ja, als we dit... nog een dikke 4K te gaan. Nooit. Nooit voor 6 mei dat gaat lukken. En, nou, ik ga het gewoon proberen. Dus lief mensen, volg Rory even in de tussentijd. Terwijl je deze vlog kijkt, pak lekker je telefoon erbij. Volg Rory, zodat ik hem mag millimeteren. De jongens zijn weer wakker en wij zijn aan de wandel. Toen ze net sliepen, ging ik even repeteren. Ik moest even wat liedjes instuderen. Morgen ga ik optreden met Natasja. Eindelijk. En dan val ik in bij haar band. Want de zanger van haar band kan niet. Ik ben echt heel benieuwd, want samen zingen met Natasja is echt de shit. En dat willen we altijd al. We willen het liefst samen in een band, maar de kans is er nog nooit gekomen. Maar als die er komt, dan pakken we hem bij beide armen. Maar goed, morgen gaan we dus voor het eerst een hele lange tijd weer samen zingen. Outfits afgesproken, liedjes verdeeld. En Rory komt kijken en wat vriendinnen van Natasja. Dus we hebben er helemaal zin in. Kijk even het verschil tussen deze 2 kinderen. Zijn stoel, zijn mond, zijn handen op de grond. Alles zit helemaal onder. James, gaat het goed met eten? Ja, James doet heel rustig en voorzichtig. Jackson, moet jij niet met je lepel eten? Abbertje op de grond. Nee, moet niet op de grond. Leg maar hier wat je bal vindt. Bal mag daar, hè?
Zo, ik zit lekker op de bank en ik zie echt dat ik lekker een rode kop heb. Ik heb het ook echt heel warm. Ik had het eerst heel koud, heb ik de verwarming heel heet gezet. En nu heb ik het weer heel warm. Ik ga heel eventjes gewoon chillen, een serietje kijken. En ik probeer een beetje langer op te blijven dan normaal. Zodat ik morgen niet om 10 uur al sta te gapen op het podium. Ik moet er weer een beetje inkomen. Ik voel me soms toch nog een beetje moeke of zo. Ik kijk nu Married at First Sight UK. Ik heb alles van Australië al gezien. Dat is echt de best. Dus als je niks hebt om te kijken, op Videoland Married at First Sight Australië. Ik raad hem echt aan. En nu kijk ik dus de UK versie. Vind ik ook wel leuk. Maar goed, ik ga even lekker chillen en dan zie ik jullie morgen. Goedemiddag, het is vandaag zaterdag. En ik ben al helemaal in de make-up en aangekleed. Want ik ben onderweg naar een gig in Nijmegen. Ik heb Rory en de kinderen net gedropt bij de dansschool. Want daar viert Jenny haar verjaardag. En ik heb vanochtend helemaal niks gefilmd. Ik was zo aan het stressen. Ik moest mijn tas inpakken. James kreeg in één keer een beetje koorts. En die is helemaal niet lekker. Dus ik ga ook niet echt met een mega chill gevoel weg. Maar goed, ik zit in de auto en ben onderweg. Dus dat is dan al een hele prestatie. En ik ben ook echt op tijd weg. Ik wilde om 4 uur in de auto zitten. En het was iets voor 4 dat ik in de auto zat. Dus helemaal trots op mezelf. Ik ga nog heel even een soort van zen in de auto. Ik vind autorijden eigenlijk best wel chill voor een gig. Want dan kan ik even rustig worden. En even nog chillen voordat ik de drukte inga. En het wordt super leuk met Natasja samen zingen. Rory komt kijken met 2 vrienden. Dus het wordt helemaal leuk. En ik neem jullie natuurlijk gezellig mee. We zijn er, jongen! Wacht even, komt een auto. We zijn zwaar bepakt, dat wilde ik dus even laten zien. Het lijkt net of we een week weg gaan op vakantie. Week 2. En daar is de tent waar we nu heen gaan lopen. En ik ga het straks meer laten zien, want ik heb 2 handen nodig. Let's go. Oké, we staan nu op het podium. We gaan zo even een soundcheckje doen. Iedereen is nog een beetje alles aan het installeren. En ik sta al klaar. Hier mijn pakje en dan hoor ik geluid op mijn oortjes. Auw! Het was de hele wereld aan het rennen naar alles en nog wat. Maar het ziet er echt wel gezellig uit. En wat natuurlijk wel altijd leuk is. Bij een band hoort Chinees eten. Of lasagne in een bak, wat er al heel lang staat. Dat is ook mijn favo. Yo, we lijken echt zieke twinning. Because we are twins. We are. That's why y'all don't understand. The blondie and the brownie. Jongens, dit is toch te gek. Ik heb er helemaal zin in. Weet je wat heel leuk is? Kijk eens wie er is! Je kent hem misschien wel. Je favoriete. Ik ken hem wel. Je favoriete boy van Kelly. Ja. Ik vind het wel echt heel leuk. Jongens, ik vind niks leuker dan dit. Ik wil altijd met Kelly op het podium. Ik wil ook altijd samen. Dit moeten we regelen. Als we nou... willen ook op de vlog. Hallo! Jullie willen even op de vlog? Kelly en Rory. Vlog. Ja, Kelly en Rory. Hoi, Kelly en Rory. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. En het is 7 uur 's ochtends. We waren om 2 uur 's nachts thuis. Gelijk naar bed gaan. Ik sliep denk 2:15. Maar om 5 uur werd Jackson wakker. Huilen, huilen, schreeuwen. Ik ging naar hem toe. Eye over zijn bolletje. Ik ging weer naar boven. Ik dacht, ik laat hem nog heel even. Soms valt hij dan in slaap. Nou ja. Dus niet. Maar goed, het was 4:15 en hij stopte echt niet met huilen. En dat doe ik echt normaal nooit. Maar ik dacht, oké, ik neem hem gewoon mee naar boven bij ons in bed. Nou, daar heeft hij nog op zich wel even gelegen, maar hij heeft niet geslapen. Dan ging hij elke keer, mama, ai, mama, ai. En dan ging hij op mijn hoofd zitten en dan ging hij weer knuffelen. En hij was wel heel lief, maar ik dacht elke keer, oh, ik wil gewoon slapen. Maar goed, het is nu 7 uur, we zitten beneden. Alleen het ding is, mijn oma heeft straks een paasbrunch voor de hele familie. En ik was wel van plan om heen te gaan, maar nu denk ik, is dat wel slim om te gaan rijden? Het is ongeveer 1:45, bijna 2 uur rijden. Als ik dan met 3 uur slaap, met 2 kinderen achterin, 2 uur lang moet gaan rijden en dan 2 uur terug. Ik weet niet of dat zo'n slim idee is. Dus ik weet nog even niet zo goed wat we gaan doen, maar ik hou jullie op de hoogte. Nou jongens, daar zit ik dan op de bank. Die jongens liggen net in bed. Eerder dan normaal, want ze waren echt super moe. Wat ook niet gek is, want
Jackson heeft natuurlijk ook kort geslapen. En James moest door het gehuil heen slapen. Dus die liggen nu al in bed. Ik wacht heel even totdat ik zeker weet dat ze slapen. En dan ga ik ook lekker even op de bank liggen. Dus ik ga lekker daar liggen. Married at First Sight kijken. En de boel even de boel laten hier. Rory heeft lekker gekookt. Patatje. Wat heeft papa gekookt? Patatje. Ja, jullie mogen allebei patatje pakken. Pak maar. En er is één saus. Ook op mij. Ja, die is voor iets anders. Nou, lieve mensen. Dit was alweer een hele productieve zondag. Not. We hebben eigenlijk vrij weinig gedaan. Ik heb nog steeds geen make-up op. En de mooiste outfit aan ooit. Want ik moest net de grijze bak even buiten zetten. Dus het is een mooie joggingbroek geworden met pantoffels en teddyjas. Ik ga de vlog weer afsluiten. Dan gaan Rory en ik nog even lekker een serie kijken op de bank. Ik zie jullie allemaal volgende week weer. Bedankt voor het kijken. Mwah.